Ben helemaal into the shakes. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake that ass, girl, let me see what you got. Ik heb dus nu deze shake. Wat is het? Bam. Spinazie, onze worst is het. Slecht vanuit sporten wel. Ik weet ook niet waar die is. Ja, ik weet niet wie hij is. Ja, hij was er echt net nog. Wil je anders nog iets te drinken? Nee hoor, thanks. Ik heb al 3 bakken op en er staat ook nog thee, dus... Tatum! 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 Hey, leuk dat ik er ben. Leuk, hallo. Hey, ik ben Ruud. Hoi, hey. Oké, cool. Mag ik een applausje, jongens? Voor Tatum, alsjeblieft. Ah, shit. Gaat het eens? Nu, let nou even op, joh. Oh, volgens mij heb ik een bloedneus. Hoe vaak moet ik het nou nog zeggen? Je mag vrouwen niet slaan. Nou ja, als je thuis komt en zij... Nee! Oké, laten we maar beginnen. De show must go! Ah! Sorry nog voor net. Ja, wat Ruud probeert te zeggen is zo... Oh, jij zei sorry. Ik zei sorry. Oh, wauw. Ja, ik dacht, dat is gewoon onhandig van. Ja, wat deed jij nou net? Ik heette er welkom. Ik zei, dames en heren, Tatum! Tatum Dagelet, zei ik. Mag ik je naar boven? Ruud! Dat voel je, zeg. We zorgen dat ze eruit gaan als we beginnen met draaien. Ja, dat mag ik hopen. Ja. Ruud, oefen jij alvast je openingsmonoloog? Yes. Welkom bij Ruuds Roast Interview met, oftewel Rin. En vandaag, Rin, ik mijn jeugdliefde, Tatum Dagelet. Je gaat mij rimmen, zei je dat nou net? Ja, maar het duurt maar een half uurtje. Oh. Nou, grappige afkorting. Want? Ribben. Ja? Ja, je weet toch wel wat ribben is? Ja, Ruud Roost interview met. Ja, en iemands anus likken. Is ook ribben. Dat wist je niet? Nee. Oh, nee. Ik dacht dat dat juist een grap was. Nee, waarom zou ik die grap maken? Nee. Oh, nee. Ik heb tegen Giel Beelen gezegd dat ik hem zou rimmen. Ik heb Karen Bloemen gerimpt. Oh nee. Oh, geen wonder dat mijn familie zo matig reageerde. Nu snap ik ook waarom mensen op straat soms zo'n likgebaar maken. Zo. Hey, Ruud. Rudy. Lekker kippen. Oké, maar wat is precies nou de bedoeling straks? Dat vraagt ook echt iedere gast. Ja, maar normaal gesproken bespreek je dat toch even van tevoren, wat je gewoon... Breek jij dat mooie toetje er maar niet over, hè? Tatum. Nee, we gaan straks open met een roast. Een paar roastgrappies. Grappies zoals... Tatum dagen let. Eerder Tatum dagen slet. Ja. Die ken ik nog niet. Cool, dan gaat hij wel werken. En Tatum tummetjes in je anus doen. En dan noem ik je een snoepkont. Jezus, jongens, what the fuck is dit? Oh ja, en ik dacht ook nog aan bij Tatum en Jennifer... Daar zat jij in, toch? Ja. Wie was jij? Tatum. Ah ja. Ja, ik heb zelf ook ooit een duo gehad. Een brief van duo, hè? Stuurschuld, dames en heren. Betaal hem af, want anders zit je echt in de shit. Maar jij bent sinds die tijd ook wel goed geconserveerd gebleven. Oh, nou. Dank je. Wat is jouw geheim? Mijn geheim is een shake. Ik ben helemaal into the shakes. Shake. Shake that ass, girl, let me see what you got. Ik heb dus nu deze shake. Wat is het? Bam, spinazie, onze worst is het. Slecht vanuit sporten wel. Ja, maar het lijkt nu op die fles. Ik ben een beetje afdrekbeweging, op die viesbeuk. Oh, fuck. Mag ik het ook? Ja, top. Oké, sorry. Ruud! Kom maar even, loop maar even met Cindy mee. Want er is ook helemaal niks anders bij. We hebben wel iets anders voor je. Loop maar, ik kan even met Cindy meelopen. Duizendmaal sorry. Sorry. Ruud, wat ben je nou aan het doen, man? Voor de gezondheid. Ruud, kom op man. Wat hadden we hier nou over afgesproken? Niet zo fucking veel. Je bent Dennis Wening niet. Wil je dat ik de edge er even afdrink? Nee. Hou het gewoon bij elkaar, man. Okay. Tatum is een supergast. Is supergast. Fuck. Sorry, ik wilde je niet in je gezicht spuiten.
Tenzij Ruud. Je dat geil vindt. Sorry, daar kwam niks nieuws. Oké, jongens, over 2 minuten gaan we live. Ja, en wat wij ook nog doen in de uitzending is... we kijken naar de leukste roostvrouwen. Dat doen we ook. Dat is wel leuk. Mag ik even zien hier in start? Maar zoals je weet ben ik een dierenvriend, een hondenliefhebber. En er is iets wat je moet weten, Gordon. Iedere keer als jij zingt, pleegt een puppy zelfmoord. We hebben ooit per ongeluk jouw cd opgezet in de castratiebus. En toen heb ik met mijn eigen ogen een chihuahua harikiri zien plegen. Soendos, ik ben zo blij dat jij er ook bent vanavond. Ik vind het belangrijk dat Marokkaanse vrouwen met talent naar voren treden. Dus als jij dat even aan ze door kan geven. Heel graag. Want Sander weet het niet veel mensen. Is tapijtlegger geweest. En hij was ook heel goed. Hij heeft ook het haar van Erik de Zwart gedaan. Willy motherfucking Wartaal, my nigga. Al 14 jaar lang vraagt Willy zich af, what's gebeurd? Je moeder gebruikte drugs tijdens haar zwangerschap. That's gebeurd. Oh, dit was het? Ja. Maar ik zit er niet tussen. Nee, ik vond je niet zo grappig. En ook niet grappig voor een vrouw grappig, zeg maar. Niemand maakte een grap. Is dat een eenmansband? Nee, dat is de... Of ja, nee, dat is de eenmansband, ja. Kan ik de groeten doen? Ja, doe maar de groeten. We draaien toch nog niet. Welke camera? Maakt geen flikker uit. Lieve Monique, het gaat een stuk beter met me. Ik mis Charlotte en Sandra heel erg. Ik ben nu al een maand nuchter en ik heb me ingeschreven bij de schuldhulpverlening. Ik hoop dat je me terug wil. Ik wil wel. Dat was hem. Top. Knippen we kort, lach je eronder, maken we wat leuks van. Ja. Oké. Ziet het een beetje oké uit? Ik denk dat het ook beter kan met het licht ook. Meer licht erop. Licht kan jou nog wel eens veranderen. Het kan nog wel eens het verschil maken. De light. Ruud, blijf even met je tangels van de lamp af. Oké, alsof het zo moeilijk is licht. Hè? Iedereen kan toch een peertje vervangen? We gaan live in 5. Oh, fuck. 4, 3. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Ruud's Roost Interview met, oftewel Rim. En vandaag Rim ik, Tatum Dagelet. Oh wauw, ze zit er ook nog echt. Niet gewend. Pak een handdoek! Okay. Die pakt de spotlight. Niet te invrijven, toffe peren om mee te werken. Huh? Of licht die grap iets... Ruud, hou je bek! De Roast wordt mede mogelijk gemaakt door de Flame Grill Burgers van Burger King.